Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Zorgstreek TV. Vandaag zijn we op een bouwplaats in Hoogeveen. Hoi Bas, we zien dat hier achter ons druk wordt gebouwd. Kan je vertellen wat hier wordt gebouwd? Ja, achter ons worden de Kloosterstaten gebouwd. En de Kloosterstaat is een particuliere woonvoorziening voor wonen met zorg in Hoogeveen. Oké, en wat doet de zorgzaak hierin? De zorgzaak die levert de zorg. En wat houdt de zorg hierin? Nou, wonen in de Kloosterstaten betekent wonen, werken en zorg. En dat doen we op een unieke manier die je eigenlijk nergens anders in Hoogeveen ziet. En wat bedoel je dan met uniek? Nou, met uniek bedoel ik dat het meer gaat dan alleen maar om zorg. Het is wonen, het is een ontzettend belangrijk deel van het leven van mensen. En op het moment dat je woont in de Kloosterstaten, betekent dat we ontzettend veel aandacht en tijd besteden aan gasvrijheid, aan fit en gezond en aan techniek en domotica. We vinden het belangrijk dat mensen die bij ons wonen zich thuis voelen en zich welkom voelen. Maar we vinden ook dat we uit moeten gaan van de kracht van de mensen zelf. Dus mensen moeten zich ook fit en lekker en gezond in hun lijf voelen. Het moet niet alleen maar gaan om de zorgvraag, maar het gaat ook om het wonen en het leven eromheen. En heel belangrijk erin is, een hele belangrijke rol erin is techniek, huistechniek vooral. Omdat we vinden dat mensen zoveel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd moeten worden op het gebied van comfort, gemak en veiligheid. Om hoeveel appartementen gaat het? Het gaat om 36 zelfstandige woonruimtes die allen ook onder de huursubsidiegrens gehuurd kunnen worden. Welke mensen kunnen hier straks gaan wonen? Hier kunnen mensen met een zorgvraag, jong of oud, kunnen wonen, die zich heel erg herkennen in het concept wat we hier willen gaan neerzetten op het gebied van gasvrijheid, fit en gezond en je lekker in je eigen lijf voelen en techniek en domotica. Stel ik zou hier willen werken, waaraan zou ik dan moeten voldoen? De missie van de zorgzaak is al 25 jaar. Wij maken het verschil in het leven van mensen. En als je in de Kloosterstaten zou willen werken, dan moet je dat ook op die manier, ons concept, ook zo voelen. Ik zie dat er nog druk wordt gebouwd. Er staan nog allemaal hekken omheen en nog mannen druk aan het werk. Wanneer is het ongeveer klaar? Nou, wij verwachten dat wij de eerste bewoners half januari 2019 mogen verwelkomen en kijken er enorm naar uit.